Nee, dit is echt zo cringe. Mensen, vandaag ben ik jarig. Vergeet me dus vooral niet te feliciteren op al mijn social media. Daarom daag ik jullie vandaag uit in twee teams om mijn verjaardag zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik ben met Roel. Yeah! Godverdomme, ik ben met Roel. Hé, maar Roel, je hebt wel een zieke koetsieplanger. Wat eng. De zaken gaan goed. Ja. Vandaag moeten de mannen in twee verschillende teams door middel van 5 epische challenges mijn verjaardag zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Want ik ben dus jarig. Jij hebt dus besloten zomaar zelf dat wij iets voor jouw verjaardag moeten gaan voorbereiden. Meestal dan besluiten mensen toch, de andere mensen besluiten dat toch voor jou? Je hebt dat gewoon zelf... Ja, mensen, vergeet niet te feliciteren, hè? Dat doe je als iemand jarig is. Feliciteren kun je leren. Jij was een keer boos dat ik op een story had gezet dat ik jarig was. Zei van, ik vind het heel naar als mensen zichzelf feliciteren. Nee, ik zei gewoon dat ik jarig was. En toen ging je zeggen, je wil felicitaties of zo hebben. Nee, ja, maar dat wil je ook. Ja. Die 3 zoenen vind ik ook als vies. En ben je halverwege denk ik, fuck, dit duurt lang, jongen. 3 zoenen. 3 zoenen. Ben je POV. Nee, maar donder op. En nog een enkel. Nog een POV. This is what you see. Dit zijn hele mooie beelden van mij, maar ook van de omgeving. En ik hoop dat jullie deze beelden mooi vinden. Oh, wat een mooie fiets is dit, zeg. Bedankt voor het lenen, meneer. Wij zijn een team en wij gaan winnen vandaag. Ja, we gaan het winnende team zijn. We hebben onze eerste opdracht binnen. Een feestelijke plek voor de jarigen. Challenge 1. Ik wil als jarige graag op een zeer feestelijke stoel zitten. Met alles erop en eraan. Inclusief slingers, ballonnen, de hele mikmak. Dus gaan jullie voor een troon van bierkratjes? Of geven jullie een hele andere creatieve invulling aan? Het is aan jullie. Het origineelste idee krijgt in ieder geval 1 punt. Ik zat te denken aan een kruk en dan de kruk eraf halen. Dat je alleen zo'n ding, alleen zo'n punt hebt waar je op moet gaan zitten. Dat is heel goed. Dat is een hele grote deel. Ja. Let's fucking go. Team Kubi heeft die duidelijke ervaring mee. Die weten waar ze het over hebben blijkbaar. Hopelijk heeft het andere team een beter idee. Oké, we moeten dus een stoel maken waar Matze echt super jarig op voelt. Ja. Ja, weet je wat we kunnen doen? We kunnen gewoon iets zetten op het dakterras. En dat versieren we dan heel mooi. Ja. En dan kopen we een dekbed. En dan met graffiti spuiten erop, jarige Job. Ja, dan zetten we die stoel op. Leuk, en dan ziet de hele buurt ziet helemaal van het ding van we hebben maar een uur, hè? Dus we moeten wel een soort optie... Ik weet niet wat er hier gebeurt met Milo, maar volgens mij stond hij hier al 2 minuten voor een kapperszaak. En dat werd hem denk ik toch net even te veel. Ja, we lopen hier voorbij de fiets en Koen zegt, we zullen gewoon een fiets kopen. Ga je ook opzetten. En een fietsen. Dat is fucking handig. Of een scooter. Zo. Een scooter is oprecht wel een goeie. Hey. Ja, en dan kopen we gewoon een normale stoel kopen we dan. Kopen we mezelf vast een vrij Mibo met al die kratjes. Ja. We kopen een scooter. Dan hebben we gewoon een bankje in de scooter ook. Ja, jongen. Zoek even op scooterkopen.nl. Wat een leuke alternatief voor een stoel. We kunnen ook die fiets waar hij net op zat, met die bier op, van boven zetten. Oh ja, en dan die helemaal versieren. Telegram die op, zet die fiets op het dakterras. Hoe groot is de kans dat die persoon precies in dat uurtje weg moet? In de avond staat hij weer terug, toch? Zullen we dat gaan doen? Ja, die fiets van boven. Ja. Dus we kunnen niet aan met die graffiti op de fiets gaan. Nee. Dan kunnen we wel, allemaal slingers en zo. Ja. De eigenaar van deze fiets vindt het vast niet erg als we hem even lenen. En over fietsen gesproken... We hebben de auto gepakt. We hebben er nou geen zin meer in. Wij gaan nu naar die scooterzaak. Daar gaan we van Matt even een heer scootertje uitzoeken. En ik heb het goed gefixt, mensen, want ik met de auto is rot. Mag niet goed. Kut zo, ja. Niet meer nagedacht. En dan hier bij de rotonde links. Zo, even flexen voor de bankzitters ding. Stoeg! In de tussentijd heeft het andere team in ieder geval de versiering voor de fiets gekocht. Ja, we hebben alles te pakken. We hebben 1 grote feestelijke boel. En dan gaan we die fiets kapen. Ja, het probleem, Mats zegt dus nu net, we gaan pas aan het eind van de dag alles laten zien. Dus we moeten de fiets de hele dag staan. Ja, we pakken die fiets alsnog voor. Ja. Dat had ik verwacht. Zijn die PostNL-bus nou boomer tegen mij? Hij is boomer tegen jou. Pak. Hé joh! Deze. Ik zie Matt hier wel opzitten hoor. Fly! Ja, deze is een beetje mat. Mat is wel een beetje uit, hè? Maar aan de andere kant, hij is wel van mat. Ik vind de overgang van die prachtig matzwarte scooter naar die afgrijzelijke kutfiets wel moeilijk te verdragen aan mijn ogen. Maar goed. Maar we kunnen hem ook niet hier versieren. Dat is wel mooi. Ook wel grappig. Zullen we dat gewoon doen? Versieren hem gewoon hier? Is goed. Ja, dat doen we wel pas om 4 uur als we bijna klaar zijn. Dan hebben we de tijd om het te doen. Ja. Challenge 2. Op mijn verjaardagskaart, de uitnodiging voor het grote feest, wil ik een foto van mezelf. Alleen ik ben jarig en ik heb er geen zin in. Jullie moeten dus een foto maken die ik kan gebruiken op mijn kaart. Een foto waar jullie op staan, maar die mij moet voorstellen. Je kunt dus een foto van mijn Instagram exact gaan proberen te kopiëren, maar je zou ook mij over de top kunnen gaan parodiëren. En Milo en Roel krijgen meteen al een goed idee. Wij zijn onderweg naar Kampong. Wij zijn in het verleden nog wel eens geweest. Namelijk vonden we elke shoot ooit voor sportkleding. Eén van die shoots was dus een foto van jou en Mattie daar in de kleedkamer. Ja, deze foto. En het voordeel daarbij is dat ik er al op sta. En mezelf nadoen dat ook nog net wel. Dus dan downgraden we Mattie een klein beetje. Want dan kom ik ervoor in de plaats. Downgraden. Dus het is een smaakkwestie. Er zijn denk ik heus wel mensen die jou liever hebben dan Matt. Ik ken ze niet. Die foto gaan we proberen na te maken. Moeten we vragen of we dan daar heen mogen in de kleedkamer. Doe maar 1 kleedkamer open te zijn, dan zijn we er al. Rob, mag ik jou van harte feliciteren? Met een scooter op jouw naam. Kijk, daar komt ie! Zo!
Zo. Nee, dat is geen BMW. Dat is de fucking nieuwe Piaggio die we hebben. Hey, terwijl de mensen dit kijken, dit kostte weer veel geld. Gelukkig hebben wij prachtige bankzitters sokken. Zo. Te kopen bankzitters.nl. Net zoals spelkaarten en allerlei andere leuke dingen. Koop dat. Ga jij lekker naar kantoor rijden? Breek de auto. Doei. Even een update vanaf de scooter. Ik rij hier mooi aan het water. Kijk hoe mooi dit is, man. Je zou bijna vergeten dat dit alleen maar... En terwijl Robbie bij de EHBO zit, vragen Raoul en Milo toestemming bij Kampong voor een zeer korte fotoshoot. En dat vonden ze gewoon helemaal prima en goed. Hier hebben we ook fotootjes van. Heeft Matty ook niet op zijn Insta? Ja, ja. Ja? Fuck, we ze allebei mee. We hebben een voor- en achterkant. Ja, mooi. Je had helemaal geen wit shirt hoeven hebben, jongen. Het is thuis leuk, hè, dat hij zo'n leuke grap. Eerlijk, het is wel een leuke grap. Lijkt op Matzo. Ja, ik ben oprecht verbaasd van hoe sterk de gelijkenissen zijn op deze foto. Erg sterk gedaan hier. Ja, kijk, ik had dus dit shirt aan. Maar wat jij al goed opmerkte, het is niet nodig. Want dit is op zich, ik heb al een wit shirtje aan. Ja, ja. En dus op die foto is het best goed uitgekomen. Kijk, een Mogol op een scooter. Dit is toch schitterend, jongen. Kijk hem zitten. Op, terug naar kantoor. Zet hem even in de garage neer. En dan gaan we door met de volgende opdracht. Toet, toet, point, boy, fappen is lekker. Hoe rijdt hij? Ja, heerlijk. Ben je tevreden? Ja, jongen, hij is super geweldig. Hij ziet er ook te gek uit. Ja, het is te gek, hoor. Ja, het is te gek. Challenge 3. Op het feest hoort natuurlijk muziek. Ik wil dat jullie een muziekstuk componeren van ongeveer 1 minuut. Van drillrap tot een ballad. Het is helemaal aan jullie. Ik vind het wel best geinig om naar Utrecht Centraal te rijden. En dan die piano. Die piano. Ik op die piano speelde. Dat is goed. En dat jij daar, mami, bent jarig. Matje bent jarig. Oh ja, dat is goeie. Dat is inderdaad een goeie, ja. En wat ook een goed idee is, is je zojuist voor 2000 euro gekochte scooter midden in het centrum wel even goed op slot doen voordat je weggaat. Ja, jongen, leg het gewoon neer. Lijkt net alsof je het doet. Ah, wat een loser. Is hij zijn scooter op slot aan het zetten omdat hij bang is dat hij anders gedacht heeft. 2 hours later. Nee, we doen gewoon zo. Niemand heeft dat door. Nou, op deze manier kan team Kubi alsnog met een gerust hart aan de foto-challenge beginnen. Met een bochel of zo? Dat is leuk. Moeilijk, man. Ja, een bocheltje moet wel in, hè. Ja. Rob, ik heb een idee, maar dat kan ik niet vertellen, want... Hey, gefeliciteerd trouwens. Gefeliciteerd, hè. En jij hebt een idee. Ik heb echt geen idee. Jij bent echt dat je de camera aan doet. Ja, willen we naar een boerderij of zo? Kinderboerderij? Ja, met schapen. Schapen. Lam. Ah. We moeten ergens tijd winnen, want anders gaan we het zeker niet redden. We moeten nog 3 dingen. Nou, we hebben geen idee wat het is. We moeten hier niet langer dan een half uur mee bezig zijn. Onderweg naar Centraal Station krijgen Milo en Raoul nog het idee om de zojuist gemaakte foto's al af te laten drukken. Gewoon als extraatje. Jullie ook 1,5 uur, maar we hebben ze. Het apparaat was kapot of zo. Er was iets met het apparaat, dus zonder even niet zeugen, zonder naar weer te kijken. En we... Technologie, het werkt weer niet. Michel, versterking, kassa 3. Maar we hebben ze te pakken. De kaarten. Ja. Kijk eens, joh. Happy birthday, lieve Matthias. Lieve Matthias, doe het niet. Geef terug naar Jezus. We hebben ook extra moeite gedaan door ze alvast even uit te printen. Ik denk dat hij dat echt leuk vindt. Precies. Dat nou, laten we snel een liedje gaan zingen dan ergens. Ja, we gaan even snel een liedje zingen. Het is 5 minuten rijden naar kinderboerderij. Op de foto stonden lammetjes. Ja, de foto stonden lammetjes, ja. Op de foto op Google. Ah, hey, wat zit jij dichtbij? Ja, sorry. Hey, Jovie, je zit achter op een rob op de scooter. Dit zijn mooie beelden van Robbie die een scooter op slot probeert te doen. Hé, Roel is er ook. Wie is vet vuil varken. Hij is bang voor het geitje. Messi. Zie je iemand zijn jas in zijn shirt stoppen hier? Dit ziet er mooi uit. Mag ik mijn telefoon? Hé, die sick komt hier naartoe. Hij vindt ons ook sick. Ja, puikwerk hier. En voor de duidelijkheid, kijkers. Ik ben dit dus niet. Dit is Koen. Abonneren voor Bankzit. Dat is bij 7 ton. Wordt Koen... een schaapje. Zo, Jezus, dit is net, man. Wat een unit, jongen. Matty, is that you? Zomaar wordt mijn neef hier voor lul gezet op het internet. Maar het resultaat mag er wel zijn. Ik ben benieuwd hoe het er op Utrecht Centraal aan toe gaat. Kunnen we wel zeggen, we hebben al je vrienden uitgenodigd, Matt, voor je verjaardagsfeest. Zullen we de jongens vragen of ze ons kunnen helpen? Dat ze met een zaklampie... Ja, dat is mooi, ja. Yeah? Dames en heren, naar Oldegraaf met een nummer speciaal geschreven voor Matthias het Lam. Matje bent jarig. Bedankt voor alle filmpjes die je maakt en alle abonnees die ons geeft. Ik hoop dat mijn muziekje raakt. Shoobidoo, shoobidoo. Ik ben gewoon wat dom, gedraag me nogal jong. Mat, luister goed naar mij. Ik hoop dat deze... Nee, dit gaat afkappen. Nee, dit is te slecht. Dit kan niet afkappen. Dit kan niet. Nu is het tijd voor team Kubi om aan challenge 3, oftewel het muziekstuk, te gaan beginnen. Russo is nog in Albanië, zeker. Hoe de fuck gaan wij dit doen? Mam, je bent jaren. Ja, Mat, je bent jaren is echt te makkelijk. Mat, je bent jaren. Ja, dat moet jij eigenlijk niet doen. Je bent jarig en dat maakt ons zo blij. We kunnen ook gewoon een stoel pakken, hè, dat iemand meedrommelt.
jarig en dat maakt ons zo blij. Oh ja, ja, gewoon a cappella doen we. We schrijven a cappella, scoren ergens nog een goedkope gitaar en dan gaan we daarmee. Ja, goed, goed, goed. Ja, sterk, sterk. Het creatieve proces van Robbie en Koen begint hier aardig los te branden. En dat kan ook niet anders, midden op zo'n fucking kinderboerderij natuurlijk. Milo en Roel zijn klaar voor de vierde challenge. De taart en het drinken. Wordt het een plakkie cake met een filter koffie verjaardag of eentje met juist champagne en kaviaartaart? Het beste en het meest originele eten wordt beloond met een punt. Ik ben aan het kijken, gewoon simpel gezegd, naar taarten in Utrecht. Ja, ik zat te denken, wat je natuurlijk sowieso kan doen. Je kan natuurlijk echt een super simpele Hema taart halen en dan daar vol zelf iets mee doen. Maar is dat leuk? Wat vindt man nou het allerlekkerste om te drinken? Een riffie. Een rifftaart. Pak een slagroomtaart en dan stop een blikken riff in. Je kan toch meerdere taarten halen en dan zet je die met Rivella blikken op elkaar. Zo! Als een bruidstaart. Ja, 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 ja. Hup, naar de taartwinkel. Ja, ja. Ja, ja. Neem er vast even eentje. Stap 1 geslaagd. Zo! Hey, en in de bonus, hè? In de bonus! 2 euro korting. Hey, je hebt echt veel riffies, ja, man. Ja. Even, we gaan even naar die taartwinkel toe. Taart. Dan flikker dit in de auto en lopen even naar de taartwinkel. Ja, ja, ja. Oh, ik vind het altijd enge winkels. Het type mens wat hier naar binnen gaat, dat is een bepaald soort mens wat niet dicht bij mij staat. Hoi! Ja. Na, 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 na. Yeah, yeah. Na, 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 na. Ja, dit is heerlijk. We gaan even een gitaartje of ukulele scoren. Ja, en even een rammel-ei. En dan ga je straks zien wat het eindelijk staat. Maar dit, hiervoor moet je blijven kijken. Milo, er zitten een paar jongens ijsjes te eten. Ja, het is niet normaal. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n gigantische bak romige ijskoog gezien. Ja, die linker heeft een die heeft een unit. Holy shit. Oh, dat is hele dat is echt een grootste genieter van de dag. 40 ijsberen en 23 pinguïns voorbij. Ja, wij kunnen wel 100 euro aan taart kopen, maar die heeft 100 euro aan ijs. Maar we zijn wel gesetteld voor de taart. Ja, ja, ja. En dan challenge 5. Het belangrijkste van vandaag natuurlijk, het cadeau. De prijs van het cadeau speelt uiteraard mee bij de jury, maar ook creativiteit wordt zeker beloond. Het beste cadeau krijgt wederom 1 punt. Naast Rob lijkt het een echte gitaar, naast mij lijkt het een soort ukulele. Het is een Mij lijkt het leuk. Matt is natuurlijk een gozer die houdt van Nederland. En als je met je ruikt hier, dan vis. Vis. Ik vind dat we gewoon cake moeten kopen bij de supermarkt en daarop kibbeling. Ja, hij eet heel veel kibbeling. Dat vindt hij heel lekker. Maar moet ik ook wel zeggen, jij zei net, je denkt aan Nederland en je ruikt vis, maar komt misschien ook wel omdat hier een viswinkel zit. Dat komt ook goed uit. Ik zeg, we kopen cake, geen taart, cake. Ja. Op elke plak doen we kibbeling met een beetje zout. Drinken. Daar denk ik nog wel even over na. A few moments later. Bruh. Ik moet zeggen, het is een beetje fout gegaan. Wij maken weer alleen aan onszelf gedaan. Ik voel die hitte helemaal door mijn lichaam stromen. Ja, nou, dan pak ik er nog wel eentje. We zijn even terug op kantoor. We gaan alles ready maken. We hebben de cake en de kibbeling. En als drankje hebben we Mattie zijn lievelings Rivella. En dan denken jullie, jezus gasten, dit is saai. Je kunt niet elke opdracht winnen. Er zijn 5 opdrachten. Je moet er uiteindelijk gewoon 3 winnen. Je moet eieren voor je... Ja. En zij hebben natuurlijk koken met Roelie in het team. Ja. Dus dit winnen we toch niet. Dus ze dachten we, laten we dan maar iets leuks doen. Kijk, we hebben Rivella en toen kwamen we erachter dat appelkorn echt precies dezelfde kleur is. Dus we gaan 1 Rivella leeggooien. Die vullen we helemaal met appelkorn, gewoon puur, 0,5 liter. En dan gaan we zorgen dat wij hem niet krijgen en dan misschien ja, wel. Ja, maar 1 van ons krijgt dat dus. Ja, dus dan winnen we weliswaar niet, maar... En we mogen lachen. We hebben de eitjes voor de muziek, gitaar voor de muziek en likkoekjes, want die vind ik gewoon lekker. POV met likkoekje. Fish. Zo, zonnetje hoor. Als je nou maar even een zonnebril hebt. Oh, dat komt akelig goed uit. Die heb je ook. Ja, want Roel, vertel eens. Jij hebt bijen. Ik heb dus deze mooie planga gekocht. Vakantie aan Milaan. Prachtig in Milaan. En Mattie, die gaf me net al de hele tijd een box. Hij vond het echt hard geworden. Ja, ik denk dat het allemaal subtiele hintjes waren. En nou stuurde hij ons een berichtje met dit en dat, zus, zo, cadeautjes en prijs. En nu ken ik het wel hier. Hij wil gewoon profiteren van bankzitters. Hij vindt het gewoon een fucking harde bril. Maar is nou, het ook wel? Wat nou als wij gewoon eventjes het andere team bellen en zeggen, ja, laten we die even op het dwaalspoor laten zetten. Laten we gewoon eventjes gaan spreken. Max 10 euro, anders is het, komt Matt er weer te goed vanaf. Yo. Hey, hebben jullie al een cadeau? Nee, we zijn nu bij waar we cadeau gaan kopen. Oké, wij wilden daar ook heen. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon om te profiteren van de bankzittersrekening. Ja, ik moet zorgen. Oké. Maar echt oprecht, geef niet veel geld uit. En dat vindt die gozer alleen maar te leuk. We zorgen ervoor dat Martin niet gaat profiteren van het cadeau. Goed, mooi. Maar dat ook niet. Joep. Ik zei dus tegen Roel dat wij voor een plek staan waar wij dus ons cadeau gaan kopen op Matt. We hebben even goed nagedacht en ja, daar is het. Jumper, de diersuper! We gaan voor Matt het hamster kopen. Oh, wat kut. En het allermooiste is, we gaan een gedicht erbij schrijven. Ja. En dat gedicht gaan we laten hinten naar een Rolex. Ja, met allemaal dingen van, je moet niet met champagne overgieten. Want dan moet je met een Rolex, ja kan dat, want hij is waterdicht in principe. Ja. Maar ja, ja, dat slaat nergens op. Moet je met een hamster natuurlijk ook dingen. Nee, daarom. Dus ja, 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 ja. Je moet hem niet laten vallen, dan kunnen we er ook nog in doen. Oh ja, ja, is een goeie, is een goeie. Wij gaan ondertussen lekker door met het gedichtje. Ja, oké. Okay. Ja hoor, ze lopen er echt in de dierenwinkel. Robbie en Koen. Ze maken de adoptiepapieren rond en nemen die hamster mee naar huis. Die is ook nog een mooi thuisje geven, een mooi kooitje. Ook het andere team heeft inmiddels een cadeautje binnen en zit in de afrondende fase met bijvoorbeeld hun taart. Moving like the speed of sound.
Hou hem alsjeblieft wel in. Hou hem alsjeblieft wel in balans. Hou hem alsjeblieft wel in balans. Hou hem alsjeblieft wel in balans. Hou hem alsjeblieft wel even in balans. Hij staat. Nu hebben we dus het probleem dat die fiets weg is. Die staat er niet meer. Die fiets is weg. Ja. Dus nu moeten we een andere fiets moeten even versieren. Dat is wel een probleem. Ja, maar ik dacht, misschien kunnen we de ballonnen en alles al opblazen hier. En dan hoef je die dan alleen nog maar mee naar beneden te nemen. Ja, slingers moeten we ook zo meenemen. Ja. We nemen gewoon hier, we nemen deze tas natuurlijk. Oké, hoe we zijn. Hé, wat een mooie ballon heb je trouwens. Slecht nieuws. Die fiets is weg, dat is ineens een scooter geworden. Maar we pakken gewoon deze. Ja. Tot ons het schelen. Jezus man, fix is een normale bel. Zo eigenlijk achter. We gaan nu gewoon totaal wild vreemd, dus een fiets. Zijn we nog helemaal te versieren. Gaan we het opruimen daarna? Nee. Ah, daar komt hij aan. Kijk hem nou. Oprecht wil ik, maar wij willen voor de grap maar één ballon aanhangen. Ja. En ik zie jullie niet. Precies hetzelfde idee, maar dan alleen uitvoeren. Ga lekker weg met je ballonnetje, jongens. Ja, hoe lang heb je nog nodig? 5 minuten, max. Want ik ga niet aanwijzen welke fiets wij dan hebben. Het is best wel een mooie fiets, denk ik. Ik denk dat hij hier echt blij mee gaat zijn. God, een mooi dingetje. Nou, daar zijn we weer. Ja. Ja, ik moet zeggen, man, deze stoel, buiten dat hij bekend voorkomt, maar dat terzijde, dat moet natuurlijk wel een mooiere stoel. Ja. Opdracht 1. Ja, ik dacht dat we die stoel hier neer gingen zetten. Nee, voor die van ons moeten we naar buiten. De stoel. Waarom heb ik een stoel buiten? Jij zat net in de bierhof, zat jij heerlijk op een lekker fietsie. Die vond je echt lekker zitten? Die vond ik lekker zitten, ja. Dus die fiets, die hebben we nu. We hebben die fiets gewoon gepakt en die heeft helemaal versierd weer. Kom mee, kom mee. Wat mooi, precies. Dit is echt kosten nog moeite gespaard. Hé, maar die band is volgens mij niet opgebonden, maar ik wil niet veel zeggen. Er komt allemaal water uit die band. Als je cadeau niet leuk vindt, moet je het gewoon zeggen. Ik vind dat jullie het leuk hebben gedaan, maar ik ben toch wel iets meer benieuwd naar wat zij hebben geregeld. Hoezo ben je iets meer benieuwd naar? Dat is een prima stoel. Ja, oké, maar ik wil graag mijn stoel binnen hebben. Ah, oké. Dat heb ik leuk. Wat over dit? Ik pave you the way. Okay, ja, hier blijf je maar staan. Is hier iets? Ja. Ik zit op een van de dildo's. Ga je er al op zitten ook? Wat heb je gedaan? Een spijker, mat, bed of zo? In 3, 2, 1. Ja! Nee! We meen het! Ik ben voor mij! Ik doe voor mij! Got the pops in the house, socket bitches in the. Ik kan niet alles geven aan jullie een punt. Yeah! Zij hebben één kolenballon, wij hebben die hele fiets versierd. Door naar de tweede, toch? Ja. Beginnen jullie maar, jongens. Ja. Ik ben benieuwd naar jullie foto. Voor ons was het een beetje de twijfel van, willen we een oude foto van jou hercreëren? Ja. Of willen we iets wat gewoon echt bij jou past maken? Ja, je gaat zien, wat je sowieso iets wat bij past. Ja, wat je ziet, hij is het niet. Ja, maar toen dachten we van, als we dat nou samenvoegen, how worlds collide. Dan denk je, dit is het. Kijk even de balzak van het lampje. Daarom heet je het lamp. Ik wil benieuwd naar jullie dan. Die van ons. Wij zaten ook te twijfelen. Willen we nou een oude foto opnieuw maken in een nieuw jasje? Of willen wij dan toch iets zelf gaan maken? Toen hebben we gekozen voor een foto op jouw Instagram. Want jij plaatst niet zo heel veel. Maar als je plaatst. Als je plaatst, dan is het goed, heel chargy. Dus die hebben we nagedaan. We hebben hem zelfs fysiek voor je. In de vorm van een verjaardagskaart. Kijk maar even. Hier gewoon nagemaakt. Deze foto vonden we leuk, maar we vonden hem ook een beetje saai. Ja. Wij gingen erheen. En je hebt nog een andere foto. Want van die ene fotoshoot heb jij echt heel veel foto's. Ook eentje. Van ons samen. Het probleem was. We hadden maar één kamponshoot. Maar het maakt er dus uiteindelijk helemaal niet uit. Kijk maar even goed naar deze. Lekker. Je hebt een Nike logo op je bord. Nee, dat is echt zo. Ja, duidelijk geworden. Duidelijk al. Zullen wij meteen overheen klappen met muziek? Maatje bent jarig. Bedankt voor alle filmpjes die je maakt. Ik hoop dat mijn muziekje raakt. Shoobidoo, shoobidoo. Zij kennen ons niet. Ik vind het best leuk, maar ik wil één zeggen. Dit is sowieso niet first try, of. Wij hebben even attributen. Oh, daar gaan we, daar gaan we. Je bent jarig en dat maakt ons zo blij. We houden van jou en jij ook van ons. Ons. 17 jaar, het is nog lang niet voorbij. Blijf. We vinden jou een ontzettende kijk. Kijk hard, dat is wat je bent. Yeah. Een ontzettend harde leuke band. Yeah. Je komt van de platte laal. En aan mij de eerste stap. Je neemt je eigen buurvrouw. Lekker wijn. Het met de bak, dikke BMW. Je bent jarig en dan maak ons zo blij. Maar dit is duidelijk een punt waard. Hey! Ik kan niet alles zeggen. Ik hoor voor jou dat je jarig bent. Onthouden 27 jaar, dat is nog lang niet voorbij. Nummer 4 was het eten. Ja, taart en drinken. Zullen wij beginnen? Zo. We hebben voor jou een heerlijk riffie. Ja, we dachten we geven jou gewoon het lievelingsdrinken. We hebben riffie is oude mensen drinken. Ja, je bent natuurlijk een nuchtere Hollandse jongen. En dit vond jij altijd hartstikke lekker. We hebben er 5 gemaakt. 5 taartjes. Ja, 5 taartjes. We hebben zelf gemaakt. We dachten we stoppen er wel moeite in.
Zo, heerlijk hoor. Heerlijk hoor. Een taartje met kinderlijk. Mag ik zo vrij zijn als eerste? Ja, natuurlijk. Jij bent jarig. En dat maakt ons zo vrij. Besef trouwens even dat Milo die drinkt zijn riffie. Milo, wat vond je van het riffie? Ja, oké. Okay. Maar ik vind het niet heel lekker. Dit is helemaal geen riffie. Je bent leeg geworden. Er zit afvalkorrel in. Nee, zo ga je niet. Komt hij aan? Nee. Hoera. Hoera. Dat kun je wel zien. Dat is het is uiteindelijk een vrij dure taart geworden. We hebben mensen 2000 euro uitgegeven aan een scooter. Dus er kan 100 euro voor een taart kan er ook wel uit. 100 euro? Dit is mijn beste verjaardag geworden. Niemand heeft ook aandacht aan mij besteed op mijn verjaardag. Zo, kijk even smullen. Ik moet wel zeggen, dit is wel heel leuk. Maar dit wint natuurlijk dat. Ja, mannen, 2-2. Dat kan natuurlijk maar één ding zijn wat het dan gaat beslissen. En dat is natuurlijk het cadeau. Het cadeautje, jij zei prijs, dat is ook een factor. Ja, dat is mee misschien een factor, maar ja, misschien ook toen niet. Toen hebben wij even overlegd en toen hebben wij gezegd, ja, daar gaan we niet in mee. In deze fase van het spel hebben we overleg gehad, zeiden we een cadeau van echt max 10 euro. Ja, al gaat hij weer lachen. Je wint niet kut, ja, hè? Ja, we gaan allebei niet winnen, man. Ik ga zelf winnen. Nee, cadeautje van max 10 euro uitgeregeld. Ja, wij bedacht ons. Jij hebt Roel al vandaag een paar keer zo eng gecomplimenteerd met zijn drip. En denk ik, daar moeten wij mee. Hebben jullie nou je eigen dingen? 10 euro zeiden jullie? Ja? Ja, 10 euro. Maar toen bedachten we ons. En daarnaast dachten we... Dit is toch niet... een echte? Nee, natuurlijk niet. Dit kan niet echt zijn. Maar ook gewoon echt een leuke. Is het echte? Nee, ja. Toch. Ja. Kijk hem. Zo heet. Ons cadeau zeker niet. We hadden afgesproken. Ja, we wisten dat jullie niet aan afspraak gingen. En wij houden ons sowieso niet aan afspraak. Ja, wat? Voor jou hebben wij een brief. Matty was het lam. Inmiddels 27 jaar. Nog altijd jong en heeft het steeds beter voor elkaar. Ja, altijd jong. Omdat we vinden je een aardig gast. Rimmen? Zelf nog zo jong, maar je klokje die is oud. Wellicht tijd voor een nieuw. Nee. Het kraken het piept, maar zorg dat je deze niet met champagne overgiet. Dit cadeau spant echt de kroon. Nee. Sla er niet op met een hamer en je kunt het vinden in de Fortnite kamer. Kom maar, Mat. Jouw cadeau. Mijn cadeau. Ah, een doos. Met daarin. Nee, wat is het? Een hamster? Een hamster! Een Russische dwerghamster! Nee, wat een fucking hamster. Kijk nou! Daar is hij! Oh, wat een mooie kleur! Wat lieverd! What the fuck? Maar wat moet ik hier nou mee doen? Ja, mijn huis nemen. Met donder op. Ja, echt? Nee, ik ben allergisch voor hamsters. Helemaal niet? Nee, wel. Nee. Maar hoe wil je het noemen? X-hamster. Ik noem gewoon X. Dat ken ik wel. X. X, ja? X. Nee, wat een droppie. Nee, X. Hamster. Hey, X. Er is nog één ding. Ja, ja. Wie krijgt het punt? Ja, ik vind het een lastige keuze. Want kies dus je moeder of je vader. Ja. Maar ik kijk naar die hamster. Kijk die hamster. En ja. Dan denk ik van, ja, wat moet ik hiermee? Dus die bril is sowieso gewonnen. Ja! Kom op! Dan weet ik maar dat ik zelf terugbreng. Ja! Slikkeren, joh, X. Slikkeren. Mensen, dit was de beste verjaardag uit mijn hele leven. Bedankt voor het kijken. Vergeet me vooral niet te feliciteren. Ik ben jarig vandaag. En tot de volgende keer. Dan gaan we waarschijnlijk weer iets met eten doen of zo. Doei. Oh, dat is het cadeau wat er is. Dat is echt het laatste wat je wil als een hamster krijgen.